Heel moeilijk. Voor mij blijft dat momenteel nog altijd Ayrton Senna, maar dat heeft denk ik meer met de piloot en de mens samen te maken en misschien iets minder enkel piloot. Er zullen er ongetwijfeld grotere zijn, maar wie dan precies, ja, vind ik altijd een heel moeilijke oefening. Het generaties met elkaar vergelijken, heel moeilijk. Ik denk dat hij het zelf ook afgedwongen heeft en uiteraard ook omdat de concurrentie veel steken heeft laten vallen. Absoluut, dat denk ik wel. Het is gewoon super jammer dat Stoffel nooit echt een competitieve wagen heeft gehad. Ik zit hem misschien niet op hetzelfde niveau als bijvoorbeeld de Max Verstappen, maar toch zeker wel qua pure snelheid als een Charles Leclerc, en die heeft ook al verschillende races gewonnen. Nee, dan ga ik terug naar Ayrton Senna gaan. Goh, als ik zeg dat Max Verstappen niet het grootste talent is, dan mag ik ook niet zeggen dat Lewis Hamilton de grootste aller tijden is. Absoluut, we moeten als Belgen een beetje chauvinistisch zijn. Hè. Dat vinden we sowieso moeilijk. Maar het is ook gewoon een prachtige layout door een idyllisch landschap. En om dat op hoge snelheid te doen, want hoe sneller je daar gaat, hoe mooier het circuit wordt en hoe beter dat tot zijn recht komt. Dus voor mij is dat absoluut waar. Niet mee eens. Ja, ik zie die misschien nog wel zo samen een boottripje doen of een barbecue of gaan vliegen met mijn helikopter van Red Bull. Nee, ik weet het niet. Ik denk niet dat ze beste vrienden zijn. Ik denk dat ze wel hun rol heel slim spelen en dat ze goed beseffen dat het bijdraagt tot de commerciële kant van de Formule 1 van hun respectievelijke teams ook. Dus ik denk dat ze goed weten waar ze mee bezig zijn. Oh, moeilijk. Het zal van hem niet afhangen, het zal vooral van McLaren afhangen. Ik geloof wel dat hij het kan. Maar of dat McLaren op het niveau geraakt waar de andere teams op zitten, dat betwijfel ik. Indien dat McLaren de auto op orde krijgt of dat hij kan verkassen naar Mercedes bijvoorbeeld, als Lewis Hamilton zou stoppen, dan ja. Het is een klein circuit, dus het heeft waarschijnlijk nog wel plaats, letterlijk. Maar het is natuurlijk een sterk gegeven doorheen alle jaren van de Formule 1. Het is een circuit met karakter. Als je de huidige wagens bekijkt, inderdaad, hoor die daar niet meer thuis. Maar het is een beetje de vreemde eend in de bijt. En ik hou nog wel van het weekje Monaco F1. Mee eens, ja. Terug naar het traditionele. Klopt. Eau Rouge en Redillon is zeker met een Formule 1-auto eigenlijk gemakkelijk. Het is vol gas tegen 300 km per uur. En ik durf dat zeggen omdat ik zelf al een aantal tienduizenden rondjes heb gereden op Spa. Voor mij is Pouhon de dubbele linkse berg af, waar de timing cruciaal is van het instuurpunt en waar Formule 1 wagens, denk ik, tijdens de quali zelfs volgas insturen of bijna volgas insturen tegen 300 per uur. Dat is de moeilijkste technische bocht en ook de mooiste voor mij.